Hansvast Capitals heeft eindelijk de eerste Europese overwinning van het seizoen binnen. In Martini Plaza won de thuisploeg de zeer boeiende wedstrijd met 79-73 van Spirou Basket uit Charleroi. Capitals begon slecht aan de wedstrijd en de Belgen maakten daar in de eerste minuten goed gebruik van. Bij een 0-9 achterstand gingen de Groningers beter verdedigen en konden door makkelijke scores snel inlopen. In de laatste 10 minuten sloeg de thuisploeg de scores van Elton Mason en Rogier Jansen een gat van 7 punten. In de hectische slotfase met fouten over en weer wist Capitals de winst vanaf de vrije worplijn veilig te stellen. Oh, I think it's a very good feeling because it has been tough to try and have big losses in Europe. And I'm glad first for my players that they gave all out. And second for the crowd that they really helped us to win. Na de slechte start van 0-9 probeerde coach Claros zijn team met een time-out weer op het rechte spoor te krijgen. After 1 minute 50, 9 points and 6 mistakes that in some things that we prepare is not about board, is not about tactic, is about attitude, is about give your maximum in every position, in every second. And I just make them react and they gave a very good answers. That what it counts. Bij Capitals kon de nieuwe aanwinst Kit Reimer eindelijk zijn debuut maken. De grote Amerikaan maakte meteen indruk met 13 punten en 7 rebounds. I think he was important not just for his effort and his work. It's important because he gave us something that we didn't have. His kilos inside, size, spacing, positioning. He gave us a lot of situations that we didn't have in the past, especially because Emiliano also was injured. De volgende wedstrijd voor de ULEP Cup is komende dinsdag 11 december thuis tegen het Roemeense CSU AS Sofia.